De politie in Midden- en West-Brabant zal ook deze winter weer terugvallen op de zogeheten roadblocks. De roadblocks zijn wegblokkades waarbij zowel de auto's als de bestuurders binnenstebuiten worden gekeerd. Deze blokkades dienen om het groot aantal overvallen en inbraken tegen te gaan. Vooral van oktober tot maart is er een forse stijging te zien van dit soort delicten. Vorige winter had het politiekorps in Tilburg hier al succes mee en hoopt op deze manier criminelen verder te ontmoedigen. De blokkades worden uitgebreid en zullen ook in Oosterwijk, Goorle en Hilvarenbeek komen.